kan ik nu wel even tegen jullie zeggen, want hij is er nog niet. Maar Buma, die heeft deze plek bedacht. Ergens langs de snelweg richting Hamburg, net boven Bremen. Als ik een plekje had moeten zoeken, was het beter geweest hoor. Een restaurantje en zo. Ja, zou je ze hebben. Nou is ze, daar zijn we dan. Ja, gezellig. En ik heb een enorme déjà vu. 3 jaar geleden was jij ook te laat hier in Duitsland. Kwam je ook met een hele rare auto. Dus ik vrees met grote vrezen. Leg even aan de kijker uit wat je van plan bent. Rare auto. Kijk, we zijn net als 3 jaar terug onderweg naar Denemarken. Want daar vindt al jaren traditiegetrouw de voorverkiezing plaats van de auto van het jaar. Gert was daar jurylid van, inmiddels ben ik het. En toen was ik al de meest avontuurlijke van ons tweeën, want het viel mij op dat er steeds vaker volledig elektrische auto's tot de genomineerden behoorden. Dus had ik bedacht, wat nu wanneer ik in een elektrische auto naar de Deense kust ga en wist ze in een benzineauto, dat was een Focus in jouw geval. Ja, jij had een Leaf. In mijn geval in een Nissan Leaf. Hoeveel scheelt het dan wanneer je aankomt? Nou, dat was een succes, echt. Ja, voor jou ja. Want ik was een halve dag later op de plaats van bestemming met dikke wallen onder mijn ogen. Van het slaaptekort. Ja, begrijp je nou dat ik me een beetje zorgen maak, Buma? Nee, want wat wil nou het geval? Toen waren elektrische auto's in de minderheid. En we hebben het over 2018. Dat is maar 3 jaar geleden. Ja. Inmiddels staat er nog maar 1 auto met een traditionele verbrandingsmotor op het strand. In Tanzby. En voor de rest hebben ze allemaal een stekker. Ja. Hetzij omdat ze volledig elektrisch zijn, hetzij omdat het plug-in hybrides zijn. Ja. En ik voorspel je, dat gaat met waterstof dus ook gebeuren. Oh jee. Dit is een waterstofauto, de Toyota Mirai. Ja. Dan kom je 650 kilometer mee op 1 lading waterstof. Ja, ik vind je veel te positief, man. Prachtig hoor, waterstof. Maar in Nederland zijn op dit moment maar 2 auto's verkrijgbaar die op waterstof rijden. Dat is de Hyundai Nexo en die Toyota Mirai van jou. Dus joh, het is nog lang zover niet echt. Ja, maar dat zegt helemaal niks. Want in 2018 was er ook maar een handvol volledig elektrische auto's die deel uitmaakten van het deelnemersveld voor de auto van het jaar. Moet je nou eens kijken. Ja, en tanken? Dat hangt er een beetje vanaf waar je woont. Ja, ja. Nederland, laten we daar eens mee beginnen. In Nederland hebben we wel 7 tankstations. Zo. Maar hier in Duitsland zijn het er bijvoorbeeld al 100. Oh, dat klinkt beter. En Denemarken? 9. Maar wel allemaal de kant op die wij gaan. Nou, tjongejonge, wat een toeval ook weer. Nou, ik hoop echt dat je op tijd aankomt, maar nou, we gaan het meemaken. Ja, ik doe ook wel wat voor het milieu hoor. Ik ben met een iets conservatiever auto, want ik heb bij me een BMW 530e. En die E die staat voor elektrisch. Dat is namelijk een plug-in hybride, dus met een stekkertje. En dat is eigenlijk heel erg fijn en ook best wel schoon. BMW biedt verschillende plug-in hybrides aan. Dit is wel een van de fijne, moet ik zeggen. Heeft ook een fijne prijs. Hij kost vanaf €62.500 en zoals die hier staat, €66.500. Ja, het is wel geld, maar potverdikkie wat een fijne auto. En wat kost die Mirai van jou eigenlijk? Die Mirai is er vanaf €65.995. Dat is een hoop geld, vriend. Nou, als je het vergelijkt met wat zijn voorganger kostte, namelijk 80, is het fix goedkoper. En dan kom je ook nog eens 150 kilometer verder op een volle tank. Oké, nou die prijs dat is dan in elk geval wel oké. Maar weet je wat mooi is? Ik heb een 11,1 kilowattuur batterij achter in de auto liggen. Dan kan ik 60 kilometer louter op stroom rijden. En nou komt het, als die leeg is, rijd ik gewoon heerlijk verder op benzine. En als die benzine op is, ga ik even tanken. Hatsakee, dat is een minuutje of 2. En dan kan ik, hatsakee, weer verder. Als bij jou die waterstof op is, vriend, en je bent niet bij een waterstofstation. Takelwagen, ik zeg het maar even. We moeten nog wel eventjes. Trouwens, het is al 12 uur geweest. Ik denk dat jij, ik denk over 100 kilometer, helemaal gaat panieken omdat je een waterstofstation zoekt. Maar ik ga er vandoor. Ja, ho, hoe is het? Luister even. Ja. Dit is een plug-in hybride, hè? En jij zegt zelf altijd, als wij plug-in hybrides testen, dat je moet laden wanneer je kunt. Ja, dat is waar, dat zeg ik inderdaad. Dus, als jij straks een bammetje gaat eten, en dat ga je, dan wil ik dat je die auto een uur aan de stroom zet. En dat is het uur dat ik nodig heb om tegelijk met jou in Denemarken aan te komen. Een uur? Maar een uur. Maar wat zit dit voor mij? Dat is een flauwekul. Waarom zou ik dat doen? Weet je wat? Ja, nee. Als jij nou een uur aan een laadpaal gaat staan en ik zou toch nog te laat zijn, betaal ik de kamers. Oh, maar... Deal. Als het me wel lukt, dan gaat de rekening naar jou. Ja, maar dat komt wel goed. Dat komt wel goed. En geen gedonder, want de kijker is mijn getuige.
Ja, waarom zou ik gedonder veroorzaken? Ja, daar zitten we dan in de BMW. Prins heerlijk, mag ik wel zeggen. Buma die had het net over gedonder, hè? Maar iets zegt mij dat het gedonder dit jaar niet bij mij vandaan komt, maar bij hem. Want ik hoorde hem zeggen tegen zijn cameraman Arno dat hij een waterstoftankstation over kon slaan. Dat hij er later kan tanken. Dus hij heeft weer wat bedacht en wat uit zitten rekenen. Dat als hij nou heel rustig rijdt, dat hij dan waarschijnlijk minder hoeft te tanken. Maar daar weet ik wel wat op, hoor. Niet verkeerd. 509 kilometer gereden en het is tijd om voor de eerste keer aan het waterstofstation te gaan denken. Sterker nog, ik heb verder door kunnen rijden dan ik aanvankelijk van plan was. Dat kwam omdat ik merkte dat bij een snelheid van 107 km per uur op de cruise control de range opliep. Dus ik kon een stationnetje verder door en dat scheelt weer in de tijd die ik natuurlijk heb, de beperkte tijd, om tegelijkertijd met Gert aan te kunnen komen in Denemarken. Nou is het wel zo, hè, bij een conventionele elektrische auto, daar ben ik inmiddels wel aan gewend, durf ik het op zich wel aan om net even die laadpaal verder te rijden. Ja, bij deze auto is dat geen goed idee, want die takelwagen waar Wist het over had, dat is een reëel schrikbeeld. Had ik mezelf dan niet meer speling moeten geven? Ik heb nu immers tegen Gert gezegd dat ik tegelijk met hem bij het hotel arriveer, zolang hij inderdaad maar netjes een uur aan een laadpaal gaat staan. Maar dat haal ik, want waterstoftanken duurt nauwelijks langer dan een benzineauto volgooien. Je meldt je aan bij de betaalterminal, koppelt de vulslang aan, drukt op de startknop, poseert voor een foto en 5 minuten later kun je je reis alweer vervolgen. Maar eerst nog een broodje. In Duitsland staan waterstofstations vaak op hetzelfde erf als een reguliere brandstofpomp. Compleet met alle bijbehorende voorzieningen. Ja, even een update. We zijn inmiddels voorbij Hamburg. Ik zit nog half vol, dus ik heb nog wel brandstof, maar ik heb ook wel honger. En eigenlijk is het dan wel lekker om te tanken. En ja, ik ben een man van mijn woord, ik heb het hem beloofd. Deze auto moet een uur aan het stroom. Wat eigenlijk natuurlijk onzin is. Ik ga Buma nu gewoon een uur cadeau geven. Maar goed, afspraak is afspraak. Eens even kijken waar we dat dan kunnen doen. Even kijken hoor. Nou, laten we dan die maar doen. Oké, dan gaan we zo even lekker eten. Ja. Oh, dit zijn natuurlijk allemaal snellaadpalen, joh. En daar is deze auto niet voor geschikt. Oh, wacht, kijk daar. Oh, dat gaat goed. Dit zijn allemaal snellaadpalen van Ionity. En daar staat één paal voor gewone stekkertjes voor mensen zoals ik. Ja, en dan moet je nagaan. Die Buma, die heeft dit allemaal voorbereid. En die had natuurlijk al bedacht dat ik de weg af moest op zoek naar een normale paal. Een 11 kilowatt paal. En dat zou me heel veel tijd kosten. Dus dan was ik nog veel meer dan het uur kwijt geweest. Maar daar heb ik hem door mooi tuk. Tada! Zo jongens, en lekker even eten. 3:50, beste kijker. Jullie zijn mijn getuigen volgens Frank. Ik plug hem nu in. Dus vanaf nu een uurtje wachten. En dan gaan we weer lekker op pad. Kijk Buma, dat vind ik nou leuk, hè. Dat ik op een plaats sta met alleen maar Ionity palen. En jij denkt, haha, hij moet helemaal binnenland in. Maar er staat ook één gewone paal. Dus ik hoop dat jullie ook even lekker gaan eten. En tot later. Shit zeg, ik krijg net een appje van Wisse. Dat hij toch een normaal laadpunt heeft gevonden langs de snelweg. En ik had er juist op gerekend dat dat niet zou gaan. Want meestal zijn ze langs de snelweg alleen berekend op
volledig elektrische auto's en niet de plug-in hybrides. Maar goed, hij heeft toch een paal gevonden. Alleen, Wisse staat daar te laden. En daar staat hij voorlopig nog vast tot 4:15. En kijk eens hoe laat het nu is. 4:50. Dus ik heb sowieso 25 minuten op hem voor. Misschien is het aardig om, nu ik toch in de winning mood ben, iets meer te vertellen over hoe een waterstofauto nou precies werkt. Deze Toyota Mirai heeft 3 waterstoftanken waarin waterstof op druk wordt bewaard. Want het is een hoogst ontvlambaar goedje. En in combinatie met de zuurstof die de Toyota via de voorkant aantrekt, wordt daar met behulp van een brandstofcel stroom van gemaakt. In feite is dit gewoon een elektrische auto. Alleen komt de stroom die hij gebruikt niet uit het stopcontact, maar maakt hij die zelf. Nu is waterstof niet onomstreden en dat heeft alles te maken met de manier waarop het wordt gewonnen. Je vindt het namelijk niet zomaar in de natuur, het moet worden gemaakt. En de manier waarop dat vooralsnog gaat, is niet altijd even milieuvriendelijk. Maar het restproduct, dat wil zeggen hetgeen wat er uit de uitlaat komt, is water en vooruit een beetje stoom, afhankelijk van de temperatuur buiten. En het mooie is, de lucht die de auto ingaat, komt er schoner uit. Want de Mirai heeft niet 1, maar wel 2 luchtfilters. Kijk, dat zie ik die BMW van Wisse nog niet doen. Misschien wel het grootste nadeel voor de gebruiker van een waterstofauto is echter het feit dat zo'n energiecentrale, die je eigenlijk met je meetorst, ook de nodige ruimte inneemt. Onder de motorkap, maar ook in het inzittende compartiment. Want ik zit hier natuurlijk op een waterstoftank. En dat betekent dat deze bijna 5 meter lange Mirai een kofferbak heeft die kleiner is dan die van een Toyota Yaris. Eens even die Frank bellen. Ik ben echt benieuwd waar die nou uithangt. Nou, neem op. Ja, dat is Wisse. En die ga ik mooi even niet opnemen, want die wil me natuurlijk met mijn gezicht erin wrijven dat hij toch een normale laadpaal heeft gevonden langs de snelweg. Dan weet hij veel dat ik hem al lang en breed gepasseerd ben en dat ik dus gewoon op kop lig. Hij neemt gewoon niet op. Dat kan 2 dingen betekenen, hè? Of hij ligt heel ver achter me en hij schaamt zich. Of hij heeft een of andere list en hij ligt heel ver voor. En dan denkt hij van ja, dikke neus. BMW heeft een 4-cilinder krachtbron in combinatie met een elektromotor. Samen goed voor 292 pk en 420 Nm. Dat is fijn, want met deze aandrijflijn kan ik 235 km per uur maximaal halen. Normaal zou je me dat niet zo snel horen zeggen, maar waarom zeg ik dat nu wel? Nou, omdat we in Duitsland zijn en dan kun je af en toe ook lekker hard rijden. Dat is gewoon leuk. En die auto van Buma, die kan maar 175. Dan is de koek op, harder gaat hij niet. Everfuel Retail Denmark, no payment method available. Switches to app payment in September. Currently you need a fueling dongle for payment. Dus dat zou betekenen dat ik hier niet kan tanken. Omdat ik een dongle nodig heb. Tot zover mijn voorsprong. Want Wisse zat een half uur achter me. En misschien heeft hij moeten tanken. Win ik misschien nog een paar minuten mee. Maar die komt gewoon volle stoom doordenderen. En ik loop hier nu vast bij het laatste waterstofstation wat ik nodig heb om bij het hotel te komen. Ze hebben ook lekker wat te eten hier. Of een wc. Als je denkt dat niet kunnen betalen voor je waterstof een afknapper is, wat dacht je dan van dit navigatiesysteem? In de Mirai vind je alleen benzinestations. Waterstofstations zul je zelf moeten opzoeken. Gelukkig bestaat daarvoor een hele handige app. Die vertelt je niet alleen waar je kunt tanken, maar ook of dat tankstation op dat moment in gebruik is. Dat kwam goed van pas tijdens onze trip, want waren we op andere bronnen afgegaan, dan hadden we bij Hamburg bij een gesloten pomp gestaan. Het was mijn bedoeling om bij dit laatste waterstofstation te vertellen hoe ik langzaamaan steeds meer vertrouwen kreeg in de Mirai. Want ik begon natuurlijk heel voorzichtig met een gematigde snelheid, 107 km per uur, in de spaarstand notabene.
En naarmate ik meer kilometers maakte, dacht ik, nou, die spaarstand die kan er wel vanaf. Ik heb zelfs de topsnelheid gereden met de Mirai. Dat viel nog niet mee, want hoewel de auto 182 pk en 300 Nm levert, ja, eenmaal op de snelweg heeft hij er gewoon niet zo zin in. Dus je hebt echt een lange adem nodig om die snelheid te behalen. Maar goed, ik durfde het aan. En dan zie je toch maar, het venijn zit hem weer in de staart. Want hoewel je bij de meeste waterstofstations gewoon met je creditcard kan betalen, of met een tankpas, was ik hier aangewezen op een speciale telefoonapplicatie. Die kon ik ter plekke wel downloaden, maar wat ik niet kon weten, was dat je voorheen nog met een dongel moest betalen bij dit bewuste station. En dat de overgang van de dongel naar de app verlaat is. En dus stond ik daar, zonder dongel, met een nog niet functionerende telefoonapplicatie. Nou, mag ik de telefonische helpdesk van dit bewuste bedrijf wel op mijn blote knietjes danken, want ik mocht met achterlating van persoonsgegevens alsnog een volle tank halen. En nu ben ik weer op weg, maar ik vrees dat ik zo meteen aan de bar genoegen zou moeten nemen met een tweede plek en de rekening. We zijn er. En weet je wat ik nou zo grappig vind? Ik zie Buma echt helemaal nergens. Volgens mij zijn we gewoon als eerste. Terwijl ik echt dacht, hij kan voor ons zitten of achter ons. Maar hij zit dus achter ons. En weet je wat ik denk? Ik denk dat hij een probleem heeft. Hij heeft gewoon weer een of ander probleem. Dus ja, nou, het is duidelijk. Ik denk dat het gewoon beter met een hybride dit ritje kan doen. Omdat het gezamenlijk met het waterstof. Kom, we gaan een biertje halen. Ja hoor, daar zit hij. Hey. Nou, zo het krijgen hoor. Hoezo was het nou zo je hebt een biertje voor besteld. Ja, ik zag je lampen van je auto. Ik denk dat dat moet hem zijn. Daar ben je dan eindelijk. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Maar hoezo kom jij nu pas aanhobbelen eigenlijk? Ja, omdat ik allemaal gedoe met betalen had. Gedoe met echt betalen? Op het laatst. Ik liep hartstikke op je voor, man. Toen jij mij appte om me de ogen uit te steken dat jij toch een publieke paal had gevonden langs de snelweg, ja, waar ik dus niet op had gerekend. Ja, dat was wel fijn, ja. Toen zat ik niet ver achter je. Dus terwijl jij stond te laden, want je moest laden tot 4:15? 4:15, ja. Terwijl jij stond te laden, 4:50, kon ik voorbij knallen. En ik zeg met recht ja, knallen. Ja, precies. Want inmiddels was de schroom er wel een beetje af qua waterstof betreft. Want ik kon veel harder rijden eigenlijk, zonder dat ik in de knijp kwam. Wacht even, dus jij hebt geen 107 gereden? Nee man, ik heb 170 gereden. Wacht even, dus jij hebt en 170 gereden en jij hebt mij een uur, dus eigenlijk voor niks. Nou, niet voor niks, weet je. Dat is hoe je een plug-in hybride hoort te gebruiken. Nee. Want als je hem laadt, dan is je verbruik gunstiger dan wanneer je dat niet doet. Ja, maar je gaat niet een uur laden. Je gaat laden tot je broodje op is. Mijn broodje was al lang op. Ik moest nog wachten tot ik van jou weer door moest. En hoeveel stroom had je toen? 15 kilometer. Ja, nou, kun je nagaan als je 10 minuten had. Ja, nou, dat was dan ook eerder weg geweest. Je niet kunnen laden. Nou, had je het niet gebruikt zoals dat gehoord. Maar dan snap ik één ding nog steeds niet. Want jij bent mij voorbij gereden. Je hebt 170 gereden. En ik zit hier al een kwartier. Jij komt net binnen, man. Ja, nee, dat was dus omdat ik gedoe kreeg met betalen. Precies bij het laatste waterstofstation. Ja, dat dacht ik al. Ik zei het al. Hij heeft een probleem. Dat is leuk. Dus ik voelde dit al aankomen. Maar wat is nu onze conclusie dan? Nou, ja, dat hangt er een beetje vanaf hoe je er naar kijkt. Ik vergelijk het met mijn helse tip van 3 jaar terug. En dan is dit een verademing. Want nu loop ik een kwartier op je achter. Toen was het een halve dag. Ja, dat is waar. En dat valt me dan wel weer op, hè. Waterstof, er is nog een hoop om te doen. De vraag is het wel het ei van Columbus, wat sommige mensen zeggen dat het is. Maar feit is wel dat je heel zelfredzaam bent eigenlijk. Je rijdt zomaar 500 kilometer op een volle tank. Ja. Of in mijn geval een volle 3 tanken. Ja. 3 tanken in de auto overigens. Ik heb 2 keer moeten tanken. Oké. Okay. Maar ja, dan ben je hier ook en eigenlijk vrij eenvoudig. Je kan ook hard doorrijden. Ik zei tegen de cameraman, ik zeg, jongen, moet je kijken, we rijden 170. Dat was met een elektrische auto, nee, kun je dat nee, echt vergeten. Nee, nee. Maar dan nog één vraagje. Hoeveel euro's was jij kwijt onderweg dan? Nou, ik heb dus 2 keer getankt. De eerste keer was het 45 euro en de tweede keer 49. Dus dat is 94 euro. Ja. Ja, oké. Okay. Ik heb 1 keer getankt. Ik moet echt zeggen, die BMW is onwijs zuinig. Ik was 59 euro kwijt, klaar. En toen kon ik weer door.
en 15 kilometer stroom. Dat moet geen volle tank dan. Nou, ik was half leeg en toen dacht ik, nou laat ik hem aftoppen, want ik, dan kan ik in één keer door en hoef ik niet... En ook weer een stukje terug. En ik ga nog straks ook weer een stukje terug overmorgen. En ik moet zeggen, die BMW, oh man, elektrisch of niet en waterstof of niet. Maar wat een auto is dat, zeg je. Potverdikkie. Maar volgens mij zat jij ook best wel lekker, hè? Ja, ik ben ook wel enthousiast over die Mirai. De zittingen van de stoelen zijn wel een tikje te kort als je zo lang bent als ik. En vanwege die waterstoftanks heb je ook niet heel veel hoofdruimte. Maar goed, ik ben natuurlijk ook wel vrij lang, 1,93 meter. Jij zou daar waarschijnlijk geen probleem mee hebben gehad. Maar ik stapte fris uit. Alleen... Dat heb ik wel eens anders gezien. Ja, dat. Maar ja, ik zit nu natuurlijk wel met de rekening. Ja, proost zou ik zeggen. Oh, die zet je er ook nog bij, denk ik. Ja, uiteraard. Ja.